Kijk naar een nieuwe video. Vandaag is het 4 april. Vandaag gaan Cyrano en ik 11 jaar met elkaar. Ik ben al helemaal klaargemaakt, want we gaan zo meteen lunchen. Vanochtend hadden we best wel een hectische ochtend, want we moesten de jongens klaarmaken. Ik heb Janelle zijn haar gevlochten. Morgen is het 5 april en is mijn moeder jarig. En 8 april... is Cyrano's moederjarig, dus ik dacht, laat maar Noah zijn haar vlechten. Dan is dat gedaan, hoef ik dat morgen op mijn moeders verjaardag niet te doen. En ook wat huishoudelijke taakjes. En nu kunnen Cyrano en ik eindelijk van onze anniversary gaan genieten. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie eerst eventjes een pakketje laten zien. Die ik heb ontvangen van Rose Forever. En ik weet natuurlijk al wat het is, maar ja, ik weet niet hoe het eruit ziet. Dus daar gaan we samen helemaal achter komen. En mee oppassen, want het is fragiel. Oeh. Guys, I'm so excited. Weten jullie al wat het is? Nou, kijk. Op de box. Het is echt een super mooie box. Een zwarte box. Waarop staat Rose Forever. En dan ga ik hem nu openmaken. Ze zijn zo cute. En ze ruiken zo lekker. Guys. Ik ben hier zo blij mee. Look how pretty. Dit is zo mooi. De rozen ruiken echt super lekker. Ze zijn behandeld met natuurlijke olies. Vandaar ze ook een jaar lang mooi blijven. Ze zijn vegan en ook allergievrij. Zo, guys. Oh my god, ik ben er zo blij mee. Je hebt echt verschillende soorten boksen. Met verschillende maten. Je hebt grote boksen, maar je hebt ook kleine boksen. Je hebt... vierkante boksen. Je hebt ook ronde boksen. En je hebt rozen in alle kleuren. Deze box heet de Passion Black Velvet. Pearl Pink 16. Dus er zitten 16 rozen in. Dat vond ik wel gewoon een mooi maatje. Ik dacht, dan kan ik het mooi op mijn tv-meubel zetten. Want ik had ook een grotere kunnen nemen. Maar ja, dat zou dan denk ik net te boombastisch zijn voor op mijn tv-meubel. Dus ik vind dit echt perfect. Het ruikt ook super lekker. Dus ja, ik ben hier echt heel blij mee. Ik heb natuurlijk ook een leuke kortingscode voor jullie kunnen regelen. Namelijk met de kortingscode KimberlyWolf15 ontvang je maar liefst $15 korting. Dus als je nog een leuk moederdag cadeautje zoekt of jezelf wilt verrassen omdat je zelf van rozen houdt en niet elke week nieuwe bloemen wilt halen. Deze blijven dus echt een jaar lang mooi. Dus neem vooral eventjes een kijkje op de website van Rose Forever. Want ze hebben echt prachtige boxen. Dus... hartstikke bedankt, Rose Forever. Ik ben er echt zo blij mee, jongens. Het is echt heel mooi. Ik ga hem gelijk een leuk plekje geven. Ja, ik ga nu de deur uit. Want ik heb echt super veel trek. En ja, ik neem jullie gewoon gezellig mee vandaag. Nou, jongens, we zijn inmiddels onderweg. Het is echt hondenweer. Dat wist ik. Dus ik heb mijn haar lekker vastgemaakt. Meestal met onze anniversary ga ik altijd naar de kapper. Ga ik mijn haren laten wassen, feunen, stylen, knippen. Maar ja, deze keer als je naar buiten kijkt. Als ik één voet buiten die kapperzak had gezet, was mijn haar op en direct weer kroes. Dus ja, nee. Dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik denk dat ik zodra het weer mooi weer is, ik mijn haar ga knippen. Want mijn haar heeft echt een knipbeurt nodig. Want mijn haar is zo dood, guys. Maar goed, anyway, heb ik mijn haar gewoon vastgemaakt. En gaan we nu naar het centrum om lekker te eten. Cause your girl is hungry. Like always. Het ziet er niet uit alsof je er zin in hebt.
Praat gewoon. Cyrano kan gewoon praten. Praat eens even. Cyrano, zijn stem is eigenlijk al lichtjes terug, jongens. Maar wanneer hij met mij praat, kan hij niet praten. Nee hoor. Maar goed, we zijn er bijna. So, I'll see y'all in a minute. Thuis. Ik heb eventjes wat anders aangedaan. Gewoon zo een pak. Met een body eronder. En hakken. En nu gaan we richting Rotterdam. Gaan we lekker naar de Japanner. Want ik heb echt super veel zin. Want Cyrano en ik hebben daar super veel zin in. Om lekker Japans te eten. Dus dat gaan we lekker doen. Ik neem jullie daar natuurlijk weer gezellig bij mee. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie eventjes een pakketje laten zien. Die net voor mij bezorgd is. Look at this guy. So lief. Ik heb rozen gekregen. En het zijn deze keer 10 rode rozen en 1 witte roos. Want vandaag is het onze 11-jarige jubileum. Maar deze ruiken ook zo lekker. Dat is het leuke. Elk jaar komt er een roos bij. Over 50 jaar. Deze wordt er nog mooier uitzien. Nou jongens, ik ben... staan. Toen zag ik opeens grof vuil. En onze schutting moesten we dus nog bij op de grof vuilplaats neerzetten. En dat hadden we natuurlijk niet gedaan. Toen was ik helemaal in de make-up en het regende. En ik had gehoopt dat dat de regen zou stoppen aan het einde van de dag. Maar natuurlijk regent het nog. Dus moesten we zo net alsnog die spullen neerzetten. En het vervelende is, dan moet je extra stil zijn. Want ja, overdag zou ik gewoon met die dingen slepen over de tegels. Maar ja, nu moet je het echt netjes optillen. Om mensen niet wakker te maken. En mensen tot last te zijn. Dus we hebben net echt eventjes. Oh. We hebben net echt eventjes gezweet. Maar we hebben gelukkig geen overlast gemaakt. Volgens mij. Dus dat. We gaan nu natuurlijk naar mijn moeder toe. Om haar Oroyari te vieren. De jongens slapen volgens mij wel al. Maar mijn moeder drinkt sowieso geen alcohol. Dus heb ik had nog een partybobble staan. Van Paw Patrol. Dus gaan we ga ik die meenemen. En dan kunnen de jongens morgen ook genieten van de appel
de Party Bubbles Apple smaak. Dus dat is de planning voor nu. Eigenlijk zouden we naar huis gaan en dan zouden we aan de shisha spelletjes doen en zo. Maar toen dacht ik van wacht even, mijn moeder is gewoon zo meteen. Ja, dat is laten we even langs gaan. Dus heel misschien gaan we eventjes gewoon een half uurtje daar zitten. En daarna kan ze ook gewoon lekker slapen. Ik ga wel heel even kijken of de avondwinkel nog open is. Want ik had echt super veel zin in iets. Dus ik hoop dat het open is. Want dat zal wel leuk zijn. Nou guys, ik ben inmiddels weer thuis. We hebben net gezellig met mijn moeder geproost. En nu zijn we weer thuis. Oh my god, ik ben zo moe. We zijn ietsjes langer gebleven dan we eigenlijk zouden doen. Dus ik ga nu gewoon lekker douchen. En daarna ga ik naar bed. Maar ik ga eerst mijn make-up afhalen. Oh, het was vandaag trouwens echt super gezellig. Ik heb echt zo lekker gegeten bij Aqua Asia. Ik weet niet of ik had verteld waar we gingen eten, maar we hebben dus gegeten bij Aqua Asia. En deze keer was het echt extra lekker of zo, ik weet niet. Het was echt heel lekker. Die kreeft is echt een aanrader. Als je ooit daar gaat eten en die tempura, oh zo lekker. Ik wil mijn lipgloss gewoon niet weghalen. Ik hou echt van mijn nieuwe. Ik hou echt van deze lipcombo. Heb ik die lipcombo toevallig in mijn zak? Ja. Het is al een beetje vervaagd hoor. Maar ik had vandaag dus deze lipcombo op. Als je het wilt weten. Ik heb een lipliner van NYX. Dit is Espresso. En dit is de Butter Gloss. En deze heet Madeleine. Voor de real OG's, jullie weten echt dat Madeleine echt mijn go-to butter gloss is. Ik hou ook echt van Abu Dhabi, maar die is mat. Maar ja, ik ben echt meer van de glossjes. Oh. Maar ja, Aqua Asia was echt super lekker. We zijn gewoon 11 jaar verder. I can't believe that. My goodness. Silan en ik hadden echt zo... We hebben het zo gezellig gehad. We hebben zoveel... We hebben het echt over zoveel gehad, zoveel gesproken. Over van alles en nog wat, over onze toekomstplannen. Het was echt eventjes fijn om eventjes gewoon met z'n tweetjes te zijn. En het gewoon over van alles en nog wat te hebben. In peace. Dus dat was wel echt even chill. De laatste keer dat er volgens mij een... date hadden. Het was echt die keer van bitterzoet. Toen we uitgingen. Dat is echt alweer langer dan een maand geleden volgens mij. Dus we zeggen steeds dat we vaak dat we moeten afspreken. Maar het komt er gewoon niet van. Als ik heel eerlijk moet zijn. Vind ik het toch wel echt het leukst om dingen met het hele gezin te doen. Want als je met z'n tweetjes bent. Toch ga je de kindjes missen. Maar om eens in de zoveel tijd iets samen te doen. Oh shit. De kraan zit echt te lekker in mijn make-up doos. Trouwens, ik krijg de laatste tijd echt heel... Nou, laat me niet zeggen heel veel. Het is overdreven. Maar ik heb echt een paar mensen... Die mij eventjes hebben gezijkant. En sommige mensen gewoon in de reactie. Over mijn haar. Dat mijn haar heel erg beschadigd is. En hebben mensen me heel veel... tips meegegeven. Het fijne aan die reacties is wel dat ze niet alleen zeggen van oh my god, je haar is beschadigd. Ze komen ook echt met oplossingen. Maar de punten zijn sowieso echt beschadigd. En de voorkant van mijn haar, als ik mijn haar één keer stel, is het gewoon klaar. De voorkant van mijn haar hoeft maar een klein beetje hitte te hebben en het is gewoon klaar. Daarom had ik volgens mij vorig jaar een pony geknipt. En nu wil ik dat bijna weer doen, maar ik ga het gewoon echt niet meer doen. Ik weet nog hoe erg ik dat vond. Maar ik ga, zodra het weer mooi weer is, ga ik mijn haar laten knippen. Maar ik stijl het dan wel altijd. Omdat ik dan gewoon vind dat ze het beste kunnen knippen. Dus ja, zodra het mooi weer is, ga ik dat doen. Maar in de tussentijd ga ik wel mijn haar beter verzorgen. Door middel van deep treatment mask te gebruiken. Of lekker te slapen met haarmayonaise. Zodat hier zo voor mijn neus staat. Want ik verzorg mijn haar gewoon echt de laatste tijd echt niet goed. Dus dat moet ik wel weer gaan doen. Daar gaan jullie binnenkort ook video's van zien. Hoe ik
mijn heat damage ga aanpakken. Het is nodig en I know that. En voor alle mensen die mij eventjes gezeikend hebben, thank y'all, appreciate it. Ik hou er echt van. De laatste tijd zijn jullie echt met me bezig. Uno zit mi con. En I love it. En mensen denken soms van, oh nee, het is echt zielig voor Kim. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ben echt iemand. Ik vind echt niks erg. Zolang het opbouwen die kritiek is, ben ik er altijd heel erg blij mee. En zolang je gewoon weet hoe je dingen zegt, vind ik het altijd helemaal prima. Want ik hou er gewoon echt van om in oplossingen te denken. Niet alleen in problemen. Dus dat, guys. Oh, ik heb het warm. Ik zit te denken, ga ik nu gelijk de douche in en daarna mijn gezicht doen? Of ga ik het nu doen? Nee, ik ga nu douchen. En daarna ga ik lekker mijn gezicht aanpakken. En kijk, zien jullie het landschap? Wat ik bedoel, kijk, dit is het landschap waar ik het laatst over had. Ik vind het zo erg. Dus ik ga zo meteen weer mijn gezicht voeden voordat ik ga slapen. En dan hoop ik dat het morgen weer een beetje beter is. Het was echt veel erger, jongens. Kijk, het was echt veel erger. Maar goed, lieve mensen. Waarschijnlijk is dit een hele korte vlog. Maar ik wou jullie toch meenemen in mijn anniversary. Dus ik hoop dat jullie de vlog alsnog leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik je heel graag te zien bij mijn volgende video. Doeg!